En dan Den Haag, hè? Ja, dat is natuurlijk een hele andere markt. Hè? Wat gaan we daar zien? Den Haag is natuurlijk een conservatieve, ook enigszins chique markt. En rap-projectontwikkeling, die normaal gesproken echt het neusje van de zalm in Amsterdam ontwikkelt. Die heeft een uitstapje gemaakt naar Den Haag. En die hebben daar, denk ik, een absolute toplocatie gekocht. Aan de Duinweg, in het Van Stolkpark. Dus achter de Promenade Hotel. Ja, een stukje daarachter inderdaad. Hoop ambassades natuurlijk in de buurt. Laten we even gaan kijken. Leuk. Leslie, we zijn in Den Haag, Scheveningen. Wat is het precies? Ja, dit is natuurlijk crème de la crème van Den Haag. Hè? Kijk, hier aan het Van Stolkpark, ontworpen door de bekende landschaparchitect Zogger. Dit is nou echt wat ze in Den Haag een toplocatie noemen. Hier staan de mooiste villa's en een paar uitermate chique appartementengebouwen. En er komt er eentje bij. Ja, want wat gaat hier ontwikkeld worden? Nou, de dames en heren van REP Projectontwikkeling uit Amsterdam hebben hier een fantastische locatie aangekocht. Er komen 22 appartementen in. Niet zomaar een appartementengebouw, maar we noemen het ook villa-appartementen. En ja, de minst grote, want klein kan je hier niet over spreken, die is 150 vierkante meter. Tot maar liefst 250 vierkante meter. Maar je hebt natuurlijk ook die heerlijke terrassen. 20 tot maar liefst 55 vierkante meter. Optimaal gesitueerd op het zuiden, zuidwesten. Onder dat gebouw zit ook nog een privé parkeerkelder natuurlijk met een speedgate. Een privé tuin aan de achterzijde. En als je dat al niet groot genoeg vindt, ja, de romantische wandeling in het Van Stolkpark om de hoek. Hoe mooi kan het zijn. En als koper kun je nog invloed uitoefenen op het appartement zelf? We verkopen geen casco-appartementen. De basis is overigens bijzonder luxe met sanitair. Elke slaapkamer heeft zijn eigen badkamer en dergelijke. Dus dat is echt al top, top, top. Je hebt twee mooie centrale entrees. Nou, die zijn natuurlijk al bepaald door de architect. Alleen binnen in je eigen appartement, ja, the sky is the limit. Omgeving direct naast het complex is prachtig. Iets verder weg zitten we al heel snel in Scheveningen. Ja, natuurlijk. Je rijdt zo naar Scheveningen toe. Het Koerhuis en alles, het strand. Dat maakt het nou juist zo mooi. Ook qua verbindingen. Enerzijds Rotterdam de Heek Airport. Ben je in mum van tijd. En anderzijds natuurlijk Schiphol. En in welke fase bevindt zich het project nu? De bestaande locatie is dus gekocht door de projectontwikkelaars. Dat wordt op dit moment gesloopt, het oude gebouw. Ja, en dan gaan we natuurlijk binnenkort starten met de bouw. Het is dus complete nieuwbouw. Ja, je ziet nu nog het oude gebouw dat ze aan het slopen zijn. Het wordt complete nieuwbouw. En naar mijn bescheiden mening, en we zijn echt wel wat gewend in Den Haag, het allermooiste. REP Projectontwikkeling heeft zich echt uitgesloofd om hier iets heel speciaals te maken. Ik begrijp ze van 140 tot 250 vierkante meter. Correct. Van 1 miljoen tot 3 miljoen. Ja, zeg maar. En luxe. Hè? Wij verkopen natuurlijk heel veel van die dure appartementen casco. Maar hier zit gewoon het allermooiste sanitair in. Een keuken waar een sterrenchef jaloers op zou zijn. Dit is echt wonen. Ja, ik zou er bijna zelf voor naar Den Haag verhuizen.